Vandaag bij deze online viering. Vanuit de Terpkerken, hier in alle rust en stilte, nemen we de tijd om te zoeken naar de woorden vanuit de Bijbel en daarnaar te luisteren. Het verhaal van vandaag gaat over Jezus die de stilte opzoekt. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar het zoeken van stilte is in deze tijd soms erg lastig. Als ik naar mezelf kijk, we hebben een huis vol met kinderen en het is lastig om een rustig plekje te vinden in het huis. Om even tot rust te komen, niet afgeleid te worden door alles wat er gebeurt. Om tijd te vinden, om te bidden, te lezen. Dat is lang niet even gemakkelijk, zeker in deze coronatijd waarin dat iedereen op dezelfde plek is. Voor anderen die ik regelmatig spreek in het pastoraat, komt het naar voren dat zij altijd in een soort van permanente rust leven. Zeker de oudere gemeenteleden klagen daar soms over. Of ze benoemen het in ieder geval dat hun leven wel erg rustig is geworden in deze tijd. Er komen geen mensen meer op bezoek. En dan kan rust ook snel overgaan in eenzaamheid. Het verhaal dat we vandaag gaan lezen gaat over Jezus die de rust zoekt. Niet in eenzaamheid, maar in verbinding met zijn Vader in de hemel. Hij zoekt een plek waar hij rustig kan bidden en tot zijn Vader kan komen. Het verhaal van vandaag wordt voorgelezen door Jitske Schippers. Ik lees vandaag uit Markus 1, de versen 35 tot en met 38. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op. Ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem: iedereen is naar u op zoek. Toen zei hij: laten we ergens anders heen gaan. Naar dorpen hier in de omtrek, zodat we ook daar het goede nieuws kunnen brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. Het verhaal dat we zojuist gehoord hebben laat ons zien dat Jezus ook de tijd nodig heeft om tot rust te komen. Een dag zoals hij dat vaak denk ik beleefde, was vol met allerlei mensen en ontmoetingen die allemaal iets van hem wilden. En juist hij was op zoek om even een rustmoment te vinden in zijn leven. We hoorden dat het vroeg in de ochtend was. Dat zoeken naar verbinding, even een contactmoment hebben met zijn Vader in de hemel, is denk ik iets wat diep van ons in ons binnenste zit. Dat we verbinding zoeken met de anderen om ons heen. En dat uit zich op verschillende manieren. De een die wil graag even vastgehouden worden, de ander wil graag dat er naar zijn verhaal geluisterd wordt. We zoeken mensen met wie we intiem kunnen zijn, bevriend kunnen zijn. En we verlangen ernaar dat we gehoord worden. Dat er iemand naar ons luistert. Emotioneel, maar soms ook wel een geestelijke verbondenheid. Dat we op hetzelfde niveau zitten, op hetzelfde level. Dat we het hebben over dezelfde dingen. Dat we echt begrepen worden. Die honger naar verbondenheid is altijd aanwezig bij ons. En als die honger gestild wordt, dan voelen wij ons fijn. Dan voelen wij ons gewaardeerd. En krijgen we ook daar een stukje rust voor terug. Maar als we ons niet op onze plek voelen, in de plaats waar we zijn, of het nu thuis is of op ons werk, ja, dan bruist er iets van onrust in ons naar boven. Dan voelen we ons soms ook innerlijk verward. We zijn mensen die op zoek zijn naar een thuis waar we veilig zijn, waar we thuis horen, waar we gewaardeerd zijn en waar wij ons eigen verhaal kwijt kunnen. In heel ons bestaan is ons verlangen naar een ander. Ons hart heeft een ander nodig. Het lied waar we zo meteen naar gaan luisteren is een lied van Stef Bos. Het is geen psalm of een ander geestelijk lied, maar het deed mij wel denken aan God die ons lief heeft. Het lied heet Ik heb je lief. Ik zie hoe landen zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Zie de mensen zonder dromen, soms geloven in goedkope luxe. En in de ontevredenstijden
jaagt de haat door oude straten en de dreiging komt steeds dichterbij. Maar ik weet, er bestaat een medicijn. Ik heb je lief, ik heb je liever, liever dan mijn leven, dan om het even, want ik heb jou lief. Ik heb je liever, liever liefste elke dag. Wat ik ook wil zeggen, jij krijgt mijn woorden klein. Was ik maar een dichter, dan kon ik dichter bij jou zijn. Of was ik maar het bloed dat door jouw lichaam stroomt, dan sliep ik in jouw hart en ik woonde in jouw hoofd. Want ik heb jou lief, ik heb je liever, liever dan mijn leven, dan om het even, wat ik heb jou lief. Heb je liever, liever liefste elke dag. Ik heb je liever liefste elke dag. Liever liefste elke dag. Dat God diep in ons heeft gelegd. Hij wil dat we in relatie staan met elkaar, maar ook met Hem. En dat is een soort oerverlangen dat in ons zit, daar waar we naar leven. Het is denk ik het begin van alle geloof, hoop en liefde in ons leven. Dat we verbondenheid voelen. Maar er gebeuren rare dingen wanneer dat we ons niet verbonden voelen met elkaar en met God. Als dat gebeurt, dan ontstaat er een bepaalde wanorde in ons leven. Dingen die niet meer op zijn plek zitten. En of dat nu met God zelf is of met mensen om ons heen, er gaan opeens dan hele rare mechanismes in werking treden. Op het moment dat je je innerlijk leeg voelt en dat je niet meer in verbinding staat met de mensen om je heen of met God, dan ga je dingen doen om jezelf af te leiden. Om andere dingen erbij te pakken om leegte in je ziel, in je lijf te vullen. Voor de een kan dat heel concreet worden in het pakken van een reep chocola uit de kast. En weer een ander pakt er een fles drank bij. En de volgende die besluit om een avond lang een hele serie te binge-watchen. Die niet stopt, maar alleen maar beelden tot zich neemt om maar niet aan iets anders te hoeven denken. We zoeken eigenlijk een plek waar we liefde kunnen ervaren. Waar we een bevestiging of een compliment kunnen krijgen. En vaak zijn dat juist niet de plekken waar je dat kunt ontvangen. Leegte wordt gevuld met andere dingen die ons uiteindelijk het gevoel geven dat we nog leger zijn. Of het nu drugs is of drank. Of dat we proberen succes na te jagen op ons werk. Of dat we heel erg bezig zijn met de mening van anderen, hoe zij over ons denken. Het verhaal van vandaag leert ons in ieder geval dat Jezus op zoek gaat naar andere stemmen om zich heen. De stem van God. En ik denk dat we daar wel wat van kunnen leren. Want de evangeliën zeggen ook van als je Jezus hebt gezien, dan heb je ook God de Vader gezien. Zo dicht leven God en Jezus bij elkaar. En dan besluit Jezus dus ook vroeg in de ochtend om zijn Vader in de hemel op te zoeken. Hij wil met hem in gesprek gaan. En ik denk dat dat niet zonder reden is. Wat ik al eerder zei, er komen heel veel dingen op Jezus af. Er zijn mensen die van alles van hem willen. De een wil genezing, de volgende die wil graag een goed verhaal horen. En dan zijn er natuurlijk ook nog de leiders van het land
die hem proberen te vangen in zijn woorden en hem voor het gerecht proberen te krijgen. Continu zijn er mensen die iets van hem willen. Maar waar luister je dan naar? Welke stemmen luister je naar? Dat is misschien wel waarom dat Jezus in alle vroegte gaat luisteren naar de stem van God. We komen in een aantal verhalen in de Bijbel komen we te weten wat God direct tegen Jezus zegt. En een van de verhalen die ik het meest inspirerend vind, waarin dat we de stem van God direct horen, die tegen Jezus spreekt, is op het moment dat Jezus gedoopt wordt. Johannes doopt hem in de rivier de Jordaan. En op dat moment breekt de hemel open en daalt er een duif neer. En klinkt er een stem uit de hemel die zegt, jij bent mijn geliefde zoon. Van jou hou ik. Ik denk juist op de momenten dat Jezus in gebed ging, was het juist die stem die hij hoorde. Die tegen hem vertelde, ik hou van jou. Ik heb jou lief. Nou, wat is er mooier om dat te horen dan op deze Valentijnsdag. Ik heb je lief. God wil dat niet alleen tegen Jezus zeggen, maar hij zegt het ook tegen jou. Ik heb jou lief. En wanneer je die stem gaat verstaan en weet dat je geliefd bent door de Allerhoogste in de hemel, dan mag het toch ook zo zijn dat je vrijer in het leven kunt staan. Dat je minder afhankelijk bent van alle stemmen die je om je heen hoort. Die tegen jou zeggen hoe jij bent. Voor Jezus gold dat wel. Er waren dagen bij dat mensen riepen tegen hem, Hosanna in de hoge, hij is onze koning. En nog maar een paar dagen later riepen ze in koor, kruisig hem, kruisig hem. En ik denk dat dat nu juist de tijd was dat Jezus dat gebed zo ontzettend hard nodig had. Dat hij kon luisteren naar de stem van God die tegen hem zei, ik hou van jou. Daarom is het belangrijk om te luisteren naar die stem van God. Om er tijd voor vrij te maken, om te luisteren wat hij tegen jou wil zeggen. In gebed, door gewoon stil te zijn, door de woorden te lezen uit de Bijbel die tegen ons spreken, ook vandaag de dag nog. Die ons kunnen helpen in ons geloofsleven, in onze eigen identiteit en die iets vertellen over hoe God naar ons kijkt. Dat is lang niet altijd even gemakkelijk. Want in de wereld zijn zat van stemmen die tegen ons zeggen dat we er niet toe doen. Dat we niet belangrijk zijn. Dat we het niet waard zijn om op onze plek te zijn. En eigenlijk wil de wereld horen van ons dat wij het waard zijn en dat we iets kunnen presteren. Dat wij ertoe doen. De Bijbel staat vol met dat soort verhalen ook. En een van de meest aansprekende daarin vind ik het verhaal van de verloren zoon. Een zoon die probeert een naam voor zichzelf te maken in de wereld. Dat even lukt, maar daarna ook gigantisch onderuit gaat. En op het moment dat hij besluit om terug te komen naar zijn vader, dan staat er dat die vader al naar hem toe gerend komt en hem in de armen sluit. Dat beeld dat daar verteld wordt, dat vind ik zo ontzettend mooi. Die zoon, die hoeft niks te zeggen. Hij hoeft zich niet te bewijzen. Maar die vader, wat in dit verhaal volgens mij staat ook voor het figuur van de Vader in de hemel, die ons in de armen wil sluiten en de hand op ons wil leggen en zegt, ik hou van jou, jij hoort erbij, ik heb jou lief, zonder dat je ook maar iets hoeft te presteren. Het gaat om luisteren naar de stem van God, die stem die tegen ons zegt, ik heb je lief. Nou, dat moet toch een geweldige Valentijnsdag zijn, dat vandaag God tegen jou zegt, ik heb jou lief. Met uw parenpoort.
wordt vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit en de stroom van levend water door de gouden golfstad vloeit. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Zijn liefde stem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem. Schoon te huis voor moeder Belgens, zandwoestijn, waar zij rusten van hun werken bij de springende fontein. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefde stem. Daar geen rouw meer en geen traan. Zullen we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we een moment van rust hebben gevonden om even stil te staan bij wie u bent, om te luisteren naar woorden uit de Bijbel en zelf hopelijk ook geïnspireerd raken om de rust te zoeken om te luisteren naar uw stem. Uw stem die tot ons komt in de stilte, in het gebed en in de woorden die we horen vanuit de Bijbel. U die tot ons komt in al het mooiste dat we afgelopen week om ons heen hebben mogen zien, met de sneeuw en hoe de wereld veranderde en het even leek alsof er helemaal geen COVID was. Heer, we zijn u daar dankbaar voor wat u geeft. We zijn u dankbaar dat u ons lief hebt, dat u van ons houdt. Dat de stem is die tegen ons wil spreken, een stem van liefde, niet van veroordeling. Dat we ons mogen spiegelen aan het verhaal van de verloren zoon, waarin dat u uw kind in de armen neemt, wat het ook gedaan heeft. Heer, daar vertrouwen we op. En daar geloven we ook in, dat u een God bent van liefde die voor ons zorgt.
We bidden u of u deze week met ons mee wil gaan bij alles wat we te doen hebben. Wilt u zich over ons ontfermen? Dat bidden we u in de naam van Jezus.